Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video van de Minecraft Hardcore Survival. En ja, het is al een paar weken geleden sinds ik nog heb verder gespeeld. Vorige aflevering hadden we op het einde van de aflevering een portaal gemaakt. Dus deze portaal. En in deze aflevering wil ik op avontuur in de Nether gaan. Maar voordat ik de Nether in ging, heb ik eerst even offscreen wat eten verzameld. Onze vishengel is nu al kapot. Ik had ook nog een nametag gevangen. Ik hoop trouwens dat we een goede spawn hebben in de Nether. Zolang het geen basalt biome is of zo, is het goed. Ik hoop echt op een goede spawn. Oké, dit is wel goed. Nu hebben we van die rode bomen. Oh, wacht, ik ben iets vergeten. Goud. Anders word ik steeds aangevallen door zombie piglins. Zo. Ik voel me nu ook iets veiliger. Oké, dit is wat ik zoek. Deze droppen leer en daar hebben we nog nodig. Om ooit boekenkast te kunnen maken. Deze kan blijkbaar niet omhoog. En zo komen we ook aan eten. Ook even de coördinaten van de Nether even opslaan van het portaal. Ah, daar zie ik ook eentje. Meerdere zelfs. Oh, oh, dit is wel gevaarlijk eigenlijk. Ik heb genoeg eten. Ik kan er nog niet bij. Oké, oeps. Oh no. Dan ga ik gewoon verder gaan op avontuur op zoek naar een Nether Fortress of zo. Oké, ook de eerste quartz dat ik nu hak. Dit forest blijft maar doorgaan. Oké, glowstone wil ik ook wel even meenemen. Deze keer heb ik hem in brand gezet. En dan krijg ik meteen al zijn eten gekookt. Ik bouw eigenlijk weinig met de netherhoutsoorten. Misschien moet ik het in deze series wat vaker met de netherhoutsen bouwen. Passen, want we zijn boven lava. Oeh, ik daar viel nog bijna in. Die kan ik wel handig. Oh no, 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 no. Slechte moment om een skeleton. No, no, no. Oké, dan komen we hieruit. Oké, mooi. Ik heb mijn schild niet meegenomen, was dom. Oh no. Oké, snel eten. En nu wat boomblokken meenemen. Oh no. Oké, dat is al een advancement. Of een challenge die we complete hebben. Oeh. Daar vind ik weer iets. Dat is wel heel gevaarlijk hier. Dat weet ik, maar je kan hier heel goede loot vinden. F3. Coördinaten even opslaan. Dat ik hier echt diamond armor voor nodig heb. Dus het is nog niet voor nu, maar wel leuk dat we het hier al vinden. Ik denk dat we stilaan beter teruggaan naar de portaal. Voor we weer te ver van huis zijn en niet meer terug kunnen. Yes! Ik heb er een gevonden, Nether Fortress. Yes! Toen ik eigenlijk al weg was, plan was om naar de portaal te gaan, heb ik er nu een gevonden. Oké, ik had nog niet verwacht eigenlijk dat ik nu nog een zou vinden. En hier zijn de coördinaten, oké. Eerst is places skillen. Oké, nu spannen er wel veel. Oh, ik sta al in brand. Geen enkel blaze rots gedropt, oké. Ik ga gewoon verder. Hopelijk komen we nog wat dingen tegen. Oké, misschien toch niet goed om naar hier te komen zonder schild. Aha, de eerste blaze rots. Oh, een heel kleine fortress. Ik zie niet eens kisten ergens. En dat het avontuur toch wel geslaagd is, aangezien we hebben een bastion gevonden en we hebben ook een Nether Fortress gevonden als verkenningstocht. Alleen, ik heb toch wel gehoopt op een fortress die groter was, met meer kisten en zo. Oh no! Oh, was dom dat ik in de hand mijn vuur heb staan. Even eten. Nog wat van deze blokken meenemen nu. En ja, het portaal hier ergens moet zijn.
Oh, die was ik even vergeten. Kijk hoe het van ontsnapt. Aha, hier is het portaal. En dan kan ik eindelijk weer naar huis. Oké, het voelt wel goed om weer thuis te zijn. Het eerste wat ik ga doen is gewoon alle gewassen weer laten groeien. Ik zal de farm ook even ondertussen wat uitbreiden. Wat ik nog in deze aflevering eigenlijk wil doen is mijnen, want we hebben meer diamonds nodig en zo. En dan ga ik gewoon weer gaan bij die ene mineshaft waar we de eerste aflevering hadden gevonden. Maar ik denk steeds bij dit dat die diamonds zijn, maar dat zijn geen diamonds natuurlijk. Oké, hopelijk kunnen we hier wat loot vinden in de mineshaft. Oh, deze moet ik ook niet vergeten mee te nemen, strings. Als we genoeg hebben, kunnen we misschien een pet maken. Oh, spin. Oh, creeper. Best wel lastig. Oh, diamonds. Snel ook even eten. Oh, hier nog diamonds. Deze nog hakken. Even hier eens kijken. Ja, hier nog diamonds. En nog dus al 11 diamonds. Oh, wat vind ik hier? Oké, eerst het goud even hakken. Maar ik vind hier zoiets nieuws van nieuwe update. En ja, ik heb eigenlijk totaal geen idee hoe dit ding werkt hier. Dus ik ga er eens even naar binnen gaan. Allemaal. Oh, we zijn nu binnen. Oh no! Wat hierin. Er is hier allemaal sneeuw en zo. Maar ik heb echt geen idee hoe die dingen allemaal in elkaar zitten. Want dat is nieuw sinds de nieuwe update. En ik heb de updates niet helemaal gevolgd. Dus ik denk dat ik hier de aflevering ga afsluiten. Dus de volgende aflevering gaan we dit stuk hier allemaal verkennen. Ik zal ook even naar deze video een video kijken van hoe dit ding juist allemaal werkt. Bedankt voor het kijken naar deze video. Dan zie ik jullie weer hopelijk terug in de volgende aflevering. Waar we dit ding achter me gaan verkennen. Bedankt voor het kijken.